Ja. Hij is binnen. Hij blijft voorlopig. Centrum links maakt dus plaats voor centrum rechts. Volgens scheidend premier Kok krijgt zijn opvolger het moeilijk om in deze nieuwe regering het sociale gezicht van het CDA te behouden. Worden de sociaal zwakkeren het kind van de rekening van Balkenende 1? In Den Haag, Marjan Molenaar in gesprek met de nieuwe premier. Ja, en naast me staat dus de nieuwe premier van Nederland, Jan-Peter Balkenende. Meneer Balkenende, hoe voelt dat, zo'n dag? Het voelt heel goed. Start van een nieuw kabinet met een heel stel enthousiaste bewindslieden die er zin in hebben. Natuurlijk ook een beetje een spannende dag. Beëdiging, constituerend beraad, de vergadering van de bovendien ministers vanochtend. Maar tot nu toe een geweldige dag met enthousiaste mensen buiten. Kortom, een heel goed gevoel. Zagen u net de sleutels overhandigd krijgen door oud-premier Kok. Zei die nog wat erbij? Ja, ik heb de sleutels gekregen en hij zegt als je 's avonds een keer komt en je moet nog overwerken, dan is het goed om deze sleutels te hebben. En ik denk ook wel dat ik die sleutels af en toe nodig zal hebben. Oh, dat bent u al van plan? Ja, ik ben wel een beetje een workaholic. Dat is natuurlijk ook zo, maar u hebt ook heel veel dingen te doen als minister-president. En ik denk ook dat het geven van die sleutels ook wel een beetje symbolisch was. Heeft u nog naar het afscheidsinterview met de heer Kok gekeken? Want hij uitte daarin nogal wat bedenkingen over dat kabinet Balkenende. Hij zei van, ja, waar is bijvoorbeeld dat sociale gezicht? Ja, ik heb stukken van het interview gezien, want ik had ook nog de nodige telefoontjes gisteravond ter voorbereiding van deze dag. Aantal kritische opmerkingen, dat gun ik de heer Kok uiteraard. Het is natuurlijk wel zo dat als je kijkt naar de plannen van het kabinet en je praat over iets als een WAO, degenen die 100%, 80 tot 100% arbeidsongeschikt zijn, hebben niets te duchten. Als het gaat om een nieuw zorgstelsel, dan zeggen we het moet op een sociaal rechtvaardige manier gebeuren. Als het gaat om de positie van gezinnen met kinderen, er worden extra maatregelen getroffen. Dus kritische opmerkingen in de zin van het zou niet sociaal zijn. Trekt u zich dat aan? Als de heer Kok gelijk zou hebben, zou ik moeten aantrekken. Maar ik ben het niet eens met die analyse van de heer Kok. Het was niet het enige wat hij zei. Hij zei van ja, als je naar die coalitie kijkt, die heel nieuwe partij, de LPF erin, er zitten nogal wat mogelijkheden voor een onstabiele regering in. Het is een discussie geweest de laatste tijd van hoe is het met de stabiliteit van de nieuwe coalitie gesteld. Dat is logisch, een toch dramatische verkiezingsuitslag. Een politieke partij die in één keer 26 zetels weet te halen. Ook onervaren politici, ook dat is een realiteit. Heeft u allemaal mee te maken? Ja, maar aan de andere kant is het ook wel eens zo dat wanneer iedereen nu zou gaan zeggen van hoe is het met de stabiliteit gesteld, dat zou wel eens heel bindend kunnen werken op deze nieuwe coalitie. En het is mij... Hoe bedoelt u dat? Nou, als iedereen zou zeggen van is dit kabinet wel in staat om de 4 jaar vol te maken, dan denk ik dat ertoe zal leiden dat de bewindslieden heel graag voor de volle periode gaan. En dat heb ik ook vandaag bevestigd nog eens gekregen met al deze bewindslieden die er zin in hebben, die gemotiveerd zijn en die er ook goed werk willen leveren. U heeft toch tijdens de onderhandelingen ook meegemaakt dat er binnen die LPF spanningen waren, wat dus ook weer zijn weerslag had op het onderhandelen van Zalm, meneer Herbe en u? Ja. Er zijn natuurlijk spannende momenten geweest. Die hebben we gehad toen de heer Donner bezig was als informateur. Toen ging het over de inhoud, het komen tot een strategisch akkoord. Die problemen die er toen waren, die hebben we overwonnen. En er is uiteindelijk een stuk gekomen waar iedereen zich in kon vinden. Natuurlijk zijn er ook moeilijke momenten geweest toen het ging om het vormen van een nieuwe regering. Verdeling van de posten. Maar ook daar zijn we uitgekomen. Dus wat we hebben gezien in de afgelopen weken, is het toch wel zo dat drie partijen die verschillend zijn, wel tot eenheid zijn gekomen en tot oplossingen wisten komen. Dus wat dat betreft vind ik dat dat vertrouwenwekkende stappen zijn.
Het is niet het enige wat vandaag in het nieuws kwam. De FNV die dreigt nu al op basis van wat we in het akkoord hebben gelezen met acties. Nou, lekker begin. Nou, het was wel zo dat de heer De Waal nog voordat de eerste onderhandelingen hadden plaatsgevonden van het nieuwe kabinet, het al had over een horrorkabinet. Dus ik zeg zo, dit kabinet wil open. Nu heeft hij het over acties. Ja, maar dit kabinet wil open communiceren met de samenleving. En als ik kijk naar de vakbeweging, we zitten in een tijd dat de economie niet goed draait. Dat de werkloosheid zal gaan stijgen. Dat onze concurrentiepositie in andere landen verslechtert. Dat betekent dat we juist samen zullen moeten optrekken om te zorgen dat we de moeilijke jaren goed door kunnen komen. Als hij zegt acties, dan zegt u van, nou, dat nemen we mee. Nou, natuurlijk niet. Je zegt niet zomaar meenemen. Maar ik heb liever dat we eerst maar eens goed met elkaar om tafel gaan zitten, visies uitwisselen en proberen samen tot oplossingen te komen. Goed, meneer Balkenende, daar laat ik het bij. Dank u wel. Graag gedaan. Tot zover Den Haag, André. Ja, Marianne, hier in de studio zijn aangeschoven Jan Kamminga, commissaris van de Koningin in Gelderland. Maar vooral ook VVD-corrivé en opsteller van de kandidatenlijst van die partij bij de afgelopen verkiezing. En Hans Helgers, voormalig partijvoorzitter van het CDA. Welkom. Die stabiliteit kwam net even te sprake. Meneer Helgers, hoe zit dat? Ja, ik heb er vertrouwen in. Het CDA blijkbaar ook. Want ik zie dat het CDA echt investeert in deze combinatie. Als we kijken, er zitten veel belangrijke mensen worden ingezet. Jan-Peter Balkenende. Daaronder ook, laat zeggen, Kamerleden als staatssecretaris. Nou ja, die ook echt voor het CDA een investering in de toekomst zijn. De zorg die ik heb zit bij de LPF. Meneer Kamminga, die stabiliteit. Ja, er zijn heel veel redenen om te kunnen bedenken dat het allemaal moeilijk zal worden en dat het wel instabiel zal zijn. Maar ik denk dat dat vooral ook Haagse politiek is. En de mensen in het land hebben daar geen boodschap aan. Die willen verandering. En ik denk dat als je het over instabiliteit hebt, dat dan de factor tijd voor dit kabinet heel erg belangrijk is. Er moet tijd zijn om regelgeving te veranderen, wetten te veranderen en vooral ook procedures te bekorten. Dat zal de mensen aanspreken. Ja. Geef ze de tijd, zegt u eigenlijk. Ja. Nee, geef ze de tijd. Die tijd die krijgen ze niet. Zijn grootste bedreiging is gebrek aan tijd om die veranderingen zichtbaar door te voeren. Dat is wat mij betreft het grootste risico. Is dat ook gebrek aan vertrouwen? Nee, gewoon gebrek aan harde werkelijkheid. De bewindslieden stappen vol enthousiasme nu achter hun bureau. Wat mij betreft is het eerste wat ze moeten doen bedenken. Wat wil ik veranderen? En nog vandaag de procedures in gang zetten om het binnen enige tijd zichtbaar te kunnen realiseren. Daar zit het grote risico voor dit kabinet. Ja. U zegt het gevaar zit bij de LPF. Ja, als je kijkt naar de stabiliteit van deze ploeg, je ziet het CDA en ook de VVD overigens investeren. Ook als je kijkt naar de mensen die worden ingebracht, met alle risico's van dien. Als je kijkt bij de LPF, dan moet je toch afwachten hoe ontwikkelt zich de verhouding tussen Matt Herbe enerzijds en zijn fractie. Tussen de fractie en de partij. Binnen de partij zelf en partijbestuur zijn toch nog steeds wat problemen. Er zal zich nog een relatie moeten bouwen tussen de ministers en de nieuwe fractie. Dus dat is, laat zeggen, de meest spannende factor, de meest complicerende factor met de grootste risico's. Omgekeerd ben ik het wel eens met de heer Kamminga. Ze zegt van geef tijd. Ik bedoel, de kiezer heeft dit gewild. Er zitten ook kansen aan. Ik bedoel, die LPF brengt ook heel veel nieuwe mensen in. Dus ik vind het ook heel spannend wat eruit komt. Ja, maar het kabinet is na vandaag niet meer nieuw. Dan zit het kabinet er en dan is het een gewoon kabinet wat zaken moet doen. Wat moet onderhandelen intern en met de Kamer. En wat moet laten zien waartoe het in staat is. Ja, vindt u trouwens met al die nieuwelingen het eigenlijk wel goed dat de VVD gewoon met al die oude bekenden komt? De VVD heeft een paar bijzondere onder ministers boeiende staatssecretarissen. Ja. Jonge dertigers die grote kwaliteiten hebben, vroeger actief zijn geweest. Ik heb het even over de ministers. Daar zeg maar de Korthals, Kamp, Hogevorst, Remkes zijn de bekende gezichten. En een degelijke ploeg. Mensen die wat kunnen en die bewezen hebben dat ze wat kunnen. En die heb je ook nodig in zo'n kabinet. Ja. Maar vooral nodig tegenover zo'n LPF. Ja, natuurlijk. De politieke ervaring druipt eraf. Korthals loopt heel lang mee. En Remkes die is zo slim als wat. En Hogevorst die weet precies het verschil tussen debet en credit. En Kamp die heeft zijn sporen verdiend. Nee, dat is kortom. Ik denk dat dat een uitstekend team is wat zeer past bij deze samenstelling. Anders, meneer Helgers, minister Naarwijn, oud CDA, is nu door LPF binnengehaald. Dat is gewoon de zevende CDA-minister. Hè? Ja, dat wordt gezegd. Ik weet dat niet. Ik ken Naarwijn vooral uit zijn ambtelijke carrière. Daar had hij gewoon een goede naam. Het is een onconventionele manager, een stevige manager.
die beslissingen durft te nemen. Dat is de naam die hij begin jaren 90 heeft opgebouwd als hoofd van de toenmalige IND. Hè, wat toch een belangrijk deel zijn werkstuk was. Datzelfde geldt voor Hessing overigens ook. Ook een CDA die nu voor de LPF in het kabinet toetreedt. Dus dat betreft, ik heb in de mensen heb ik absoluut wel vertrouwen. Okay, bedankt voor dit moment. Plaats verontschuldiging dat we wat later hier aanwezig zijn dan gepland. Maar dat hing samen met de zeer geanimeerde gesprekken die zijn gevoerd bij de koningin. Vandaag een enerverende dag voor alle nieuwe bewindslieden. De ministers zijn begonnen om 10:00 met het constituerend beraad. Zoals u weet, de eerste bijeenkomst waar de bewindslieden elkaar treffen, althans de ministers. Wat ik nu merk met dit nieuw kabinet, waar ik dan de verantwoordelijkheid draag samen met de andere bewindslieden, dan weten we dat het gaat om bewindslieden die hun verantwoordelijkheid willen nemen om te regeren in een tijd dat niet gemakkelijk is. Dat weten we allemaal. En desondanks dat het niet gemakkelijk is, zie je dat de motivatie om zich voluit in te zetten voor deze coalitie groot is. En dat geeft mij eerlijk gezegd vertrouwen. Ogen zijn gericht op de ministers van de LPF. Een van hen is Eduard Bomhoff. Hij is vanaf vandaag de nieuwe minister van Volksgezondheid. Een verrassende post, omdat verwacht werd dat de econoom Bomhoff op financiën terecht zou komen. Maar dat zou door VVD-leider Zalm persoonlijk zijn tegengehouden. Voelt Bomhoff zich wel thuis op Volksgezondheid? In Den Haag nu, Marjan Molenaar. Nou, André, dat ga ik hem zeker vragen, want hij staat inderdaad op dit moment live naast me. Meneer Bomhoff, voelt u zich al een beetje minister? Nou, ik ben niet het type die erg nadenkt over zijn eigen gevoelens. Dus je denkt meer over het werk dat gaat beginnen. Wat ja, maar zo'n dag als vandaag bij de koningin. Nee, ik ben niet. Je denkt meer aan het werk waarvoor je het gaat doen. Die gezondheidszorg, dat is wat echt belangrijk is. Voelt u zich al een beetje LPF-lid? Maar dat ben ik al een hele tijd. Natuurlijk voel ik me dat. En ik had al jarenlang dingen van Pim Fortuyn gelezen. En ik kende hem al meer dan 20 jaar. Ik denk langer dan de meeste van zijn partijgenoten. En ik ben ontzettend trots dat ik een stuk van die erfenis nou kan proberen in de praktijk te brengen. U bent minister van Volksgezondheid. Ja. Toch niet jammer dat u geen minister van Financiën bent geworden? Nee, ik ben 20 jaar professor in het geld geweest, om zo te zeggen. Dit is misschien moeilijker, maar het zou toch fantastisch zijn als ik kan proberen samen met mijn staatssecretaris die wachtlijsten nou echt terug te krijgen. U werd genoemd als minister van Financiën en werd gezegd dat Zalm daar een veto over uit heeft gesproken. Nou, dat kan ik me helemaal niet voorstellen. De Zalm-norm staat in mijn boek uit 1982, dus wij zijn al heel lang goede vrienden en ik weet zeker dat minister Zalm zoiets nooit heeft gezegd. Maar u had niet graag ook minister van Financiën willen worden? Ik had helemaal nooit aan zoiets gedacht. Tot mijn verrassing heeft de heer Herben mij gevraagd voor deze twee posten, één van de twee. Ik ben nou blij en dankbaar dat ik de erfenis van Fortuyn kan gaan toepassen op de volksgezondheid.
Nou heeft de oud-premier gisteravond in een tv-interview gezegd van ja, er is nogal wat onstabiliteit in de regering zoals die er nu voor staat. U bent vicepremier. Ziet u dat ook zo? Ik kijk zelf nooit televisie en zeker niet naar politici. Als hij dat heeft gezegd, ik kan het me haast niet voorstellen, maar als hij dat heeft gezegd, is dat onbehoorlijk. Hij kan toch hopen dat zijn opvolgers dat die iets bereiken, dat die hun best doen. Hij had toch kunnen zeggen, het is moeilijk. Ja, natuurlijk zijn die dingen moeilijk, maar wij gaan iets doen aan die wachtlijsten, dat weet ik wel zeker. En als zijn beste wensen ons niet vergezellen, zegt dat meer iets over hem dan over ons. Die wachtlijsten, daarover staat in het akkoord dat ze er maar krap een paar miljard voor over hebben, terwijl u wel eens in uw geschriften het heeft over bedragen als 10 miljard. Hoe gaat u dat rijmen? Met dit geld kunnen we zeker wat doen aan de wachtlijsten. En dat komt omdat in het regeerakkoord nog een ander ding staat. Namelijk, en dat is voor het eerst, het recht op die zorg. Ook het recht op de thuiszorg, dat geldt voortaan het hele jaar. Dus de onzin dat de dokter in december maar gaat golfen omdat het geld op is, dat heeft dit kabinet afgeschaft en definitief. Heel anders dan onder Paars. Geef mij en mijn staatssecretaris de kans om nu echt die wachtlijsten terug te gaan werken door minder bureaucratie en door de burgers de rechten te geven en dan ook het hele jaar. Gaat mogelijk meer geld kosten? Dat kan. En dan zal de regering zeker verstandig genoeg zijn om te zorgen dat dat geld er ook is. Ik heb er echt naar gekeken, naar die cijfers. Ik heb vooral gekeken naar die rechten die er nu voor het eerst in staan. Dat geeft mij de hoop om samen met de mensen die werken in de gezondheidszorg te zeggen, hoe krijgen we minder formulieren, hoe krijgen we minder bureaucratie, hoe krijgen we minder tijd voor het papier, meer tijd voor de patiënten. Ik zie het aan u, u heeft er zin in. Ja. Dank u wel, meneer Bomhoff. Tot zover Den Haag en tot zover de eerste interviews met zowel de premier en nu de vicepremier, meneer Bomhoff. Nieuwkomer bij het CDA is landbouwminister Kees Veerman. Na de wat elitaire en afstandelijke ministers Van Aartsen en Brinkhorst komt er met Veerman weer een echte boer op het ministerie. Vanmorgen vroeg ging verslaggever Annemarie van Driel naar het Zuid-Hollandse Oud-Beierland en trof daar de nieuwe minister van Landbouw aan op zijn boerderij. Het Zuid-Hollandse goud zwaart vanmorgen zo rond 8 uur. Kees Veerman, de nieuwe CDA-minister van Landbouw, maakt zich klaar voor zijn beëdiging vanmiddag. Dat kan één keer goed gaan. Wordt het nou een spannende dag vandaag? Nou, ik denk dat het wel meevalt. Wat gaat er allemaal gebeuren? We gaan eerst het zogenaamde constituerend beraad in, om 10 uur. Wat is dat? Nou, er worden een aantal procedureafspraken gemaakt en dan wordt ons geleerd hoe we ons moeten gedragen in de vergaderingen enzovoort. En dan gaan we denk ik wat eten. Tenminste, dan zal het wel 1:30 zijn, 12:30. Dan gaan we vervolgens om 1 uur naar de koningin, of dan moeten we daar zijn. Dan worden we beëdigd en dan komt de beroemde bordesscène waar iedereen altijd van droomt. En waar we 63 dagen geloof ik op hebben moeten wachten. Kijkt u ernaar uit? In zekere zin wel. Kijk, het is een niet zo gemakkelijke beslissing geweest om dit ambt te aanvaarden. Maar nu voor staan gaan we dat ook netjes doen. En waarom was het niet makkelijk? Omdat je veel moet opgeven, eigenlijk alles. Wij zijn ondernemer, we zijn hoogleraar. Wij hebben een aantal verantwoordelijkheden in andere bedrijven, commissariaten. Dat is allemaal aan de kant gedaan. Beheer over onze bedrijven is in andere handen gelegd. Dus in feite hebben we daar niks meer over te zeggen. Dus dat zijn allemaal dingen die je toch, die je toch een beetje pijn doen. En heeft u het ervoor over? Ja, dat moet. Dat moet. En dat is ook de afweging. Ik wil niet verhelen dat het een hele worsteling geweest is. Maar nu we ervoor staan, gaan we dat ook doen. Want dan is dat beroep wat op je gedaan wordt vanuit de samenleving om de publieke zaak te dienen. Nou, zo zie ik dat. Ja, dat is terecht. En er moeten mensen zijn die dat een aantal jaren willen doen. Nou, ik ben aan de beurt. Zo, we willen eerst de chauffeur een hand geven. Goedemorgen. Veerman is zelf boer. Hij heeft een boerenbedrijf in de Hoekse Waard en in Frankrijk. Daarnaast is hij hoogleraar en de bedenker en oprichter van de Greenery, het grootste groente- en fruitbedrijf in Nederland. De treffenzaal in Den Haag vanmiddag om 12 uur. De aanstaande ministers hebben net de oprichtingsvergadering van het kabinet achter de rug. Voor Kees Veerman ook de eerste confrontatie met de Nederlandse pers. Heel gezellig. Heel gezellig. Heeft u al een motto voor het nieuwe kabinet? Ik kan het u aanbevelen. Hoe is het gesprek gegaan? Nou, daar mogen we inhoudelijk geen mededeling over doen, maar het is een heel gezellig, goede sfeer. Ja? De sfeer van we gaan met elkaar gaan we het aanpakken. Ja. En bent u nog oude bekenden tegengekomen?
Nee, sommigen wel. Ik ken natuurlijk de premier, aanstaande premier moet ik op dit moment nog zeggen. Natuurlijk wel goed. En de sfeer was er naar met taart, champagne of dat nog niet? Nou nee, wij lopen niet op de dingen vooruit. We mogen de majesteit niet voor de voeten lopen. Dus je moet eerst nog beëdigd worden en dan wordt er pas feest gevierd. Dat hoop ik. Maar de sfeer is goed. Uitstekend. Ja. En gaat u nu nog eten of gaat u gelijk naar de majesteit? Nee, we hebben hier al een broodje gekregen. Ah, oké. Okay. We kunnen niet nuchter naar de koning. En hoe voelt het nou in deze auto? Want het is ook voor het eerst toch in deze auto, of niet? Ja, het is een fraaie wagen. Ja? Het is een fraaie wagen, ja. Hoe voelt u wel op uw gemak hier? Uitstekend. Okay. En ik verheug me in al die belangstelling. Ja. Enorm. Mensen die maken er een echt spektakel van. En dan naar de koningin om te worden beëdigd. Om 1 uur verschijnen alle kersverse ministers en Hare Majesteit op het bordes. Ja, dit is wel bijzonder. Ik vind het ook wel mooi. Zo'n beetje protocol wat er bij die ambtservaring hoort. Want het is natuurlijk toch een van de hoogste ambten van staat, hè? En dat is een beetje protocol omheen, dat is prachtig. Merkt u ook dan zeg maar de verantwoordelijkheid die u dan draagt of gaat dragen de komende tijd? Nee, dat merk je niet. Dat merk je pas als straks de eerste problemen aan je voorgelegd worden, denk ik. En we gaan nu naar het departement om de stukken te tekenen waarbij de verantwoordelijkheden worden overgedragen. En dan is meneer Brinkhorst er weer vanaf en dan ben ik er mee belast. En dan komen morgen de eerste kabinetsvergadering, dan komen de eerste zorgen en moeilijkheden natuurlijk op tafel. Heel hartelijk welkom in het huis. Wat ziet u als uw belangrijkste taak voor de komende tijd als minister van Landbouw? Nou, de belangrijkste taak is bruggen bouwen tussen de sector, land- en tuinbouw, visserij en de overheid. En bruggen bouwen tussen de sector en de consument. De burger, maar ik spreek liever over de consument. Die vertrouwen moet kunnen hebben dat wat hij in de winkel koopt, of zij in de winkel koopt, wat wordt voorgezet, dat dat voor voortreffelijke kwaliteit is. En... Jij eerst. Oh ja, ik moet het eerst afstaan. Eerst weggeven. Here we go. There we are. Cheers. Hartelijk dank dat je hier net zo fijne tijd mag hebben als ik. Nou, ik praat hier verder met de heer Kamminga en Helgers. Nou, meneer Brinkhorst heeft niet wel eens een fijne tijd gezien. Een boer terug op landbouw. Is dat goed? Ja, ik denk is dat goed beter, is. Laat ik zo zeggen, dan iemand als Brinkhorst? Wat gewoon, wat in ieder geval geen boer was, laat ik het zo maar zeggen. Ik denk als je kijkt naar de taken die vervuld moeten worden door de minister van Landbouw en de fase waarin de landbouw zit, ook in de ontwikkelingsfase, dat het goed is dat er iemand is met praktijkervaring die terugkomt op landbouw. Ja. Ja. Meneer Kamminga, wat vond u van de minister van Volksgezondheid? Ja, ik moet er nog even aan wennen. Ik denk al die verhalen over geld, belangrijk en interessant, maar het gaat in de eerste plaats om de organisatie en de bestuurskracht. En de grote vraag is, brengt die de bestuurskracht op om al die mensen op hun plaats te zetten en je organisatie te verbeteren in de ziekenhuizen en dat daadwerkelijk aan te pakken? Ja. Daar gaat het om. Ja, ik vond hem een beetje afstandelijk overkomen. Ja, maar het is ook moeilijk, denk ik. Weinig ervaring met zo'n camera en dan opeens ervoor. En dan hij die moeilijke TV, vragen van dan, mevrouw Molenaar. Ja, dan weet je ook niet en hij kijkt vooral niet naar politie op tv. Nee, maar hij schreef wel interessante columns. En als we hem daar in de toekomst aan moeten houden, nou, dan krijgt hij nog een boeiende tijd. Dan bleek het overigens niet uit dat hij geen tv zou kijken. Nee, naar politici uit die columns. Ja. Oké, nou ja, goed. Ja, consequent zijn als minister. Dat valt misschien niet mee. De bestuurskracht, juist op dat departement. En of hij dat voldoende zal hebben, daar moet hij aan, daar moet hij op worden afgerekend, zoals het in het jargon. Kunt u zich er ook voorstellen dat meneer Zalm hem niet op financiën wilde hebben? Ik heb daar geen idee bij, moet ik zeggen. Spelen dat soort dingen? Mensen zijn belangrijk. Zeker op financiën is het belangrijk. Het is een zwaar departement. Dus je wilt absoluut zeker zijn dat op financiën iemand zit die het vak verstaat. En die dat zeker in een stabiele omgeving kan functioneren. Of dat in dit concrete geval gespeeld heeft, durf ik niet te zeggen. Nee. Die wachtlijst, hè, dat is een van de beloften geweest van de LPF. Zal die aanhang van de LPF, meneer Kamminga, nu snel slinken als die problemen niet worden opgelost binnen, laten we zeggen, 4 jaar? Nou, ik denk dat 4 jaar veel te lang is. Ik denk dat op relatief korte termijn, dus binnen een aantal maanden, een half jaar, er iets gezien moet worden. Ooit
is minister Wiegel aangetreden op Binnenlandse Zaken in 1977. En het eerste wat hij deed was zeggen van is er ook iets spannends, iets aardigs om te doen. En op de eerste dag van zijn aantreden tekende hij het decreet dat er 750 kogelvrije vesten voor de politie in Amsterdam werden aangeschaft. Het was bijna een grap, maar het was wel tekenend voor het signaal, voor het uitstralen naar mensen. En ik denk dat heel belangrijk is nu de verwachtingen zo hoog zijn gespannen op een heel ander terrein dan alleen maar geld en Haags gedoe. Zo van, wordt er nou iets gedaan aan al die dingen waarmee wij zoveel onvrede hebben als burgers? Dat die signalen, de uitkomst daarvan, dat die vooral ook overkomen en dat die begrepen worden door de mensen. En voor de aanhang van de LPF, voor de aanhang van ook de beide andere partijen, is dat het allerbelangrijkste. Ja. Dat is waar, maar er zit toch ook iets partijpolitieks in, meneer Helgers. Op het moment dat de LPF hier niet in slaagt, dan zal het hard van ze afgaan. Ja, dat denk ik wel. Alleen, ik heb ook een ander gevoel bij. Als het regeerakkoord leest en je probeert de sfeer daarvan samen te pakken en een trefwoord, dan had ik zoiets van, hier staat een feit, gaat het hele regeerakkoord over, wat ik maar even noem, molen en mobieltje. Dit regeerakkoord probeert meer dan welk vorig regeerakkoord ook om verzoening tot stand te brengen tussen enerzijds wat zeggen onvermijdelijke veranderingen in de samenleving, immigratietechniek aan de andere kant, een aantal hele traditionele Nederlandse waarden, oude waarden. En ik vind het hele regeerakkoord doordesend van die twee facetten die men probeert te verzoenen. Dus toen ik het las, het eerste wat ik er bovenop schreef, het was molen en mobieltje. Dat zit er voor mij heel sterk in. En ik denk dat wat dat betreft dit regeerakkoord ook feilloos aanvoelt. Mm-hmm. De onderliggende stromen in de samenleving en wat mensen ook bedoeld hebben toen ze hun stem uitbrachten. Ja, maar ik wil toch even naar die partijpolitiek. Want ik kan me zo voorstellen dat als meneer Kamerga die LPF er niet in slaagt om al die hele concrete dingen, zoals met de files en de wachtlijsten, als ze er niet in slaagt. Ik zie toch wel een hoop van die LPF als dan op termijn weer terugkomen bij de VVD. Ja, als het kabinet er niet in slaagt, afgezien van de LPF-bewindslieden, als het kabinet er niet in slaagt daar toch iets van te laten zien op relatief korte termijn, dan denk ik dat er grote spanningen gaan ontstaan. Dan krijg je problemen met zo'n Tweede Kamerfractie die de peilingen zien instorten. Die wordt dan onrustig, die gaat moeilijk doen, die wil dan toch resultaten en dan krijg je natuurlijk grote problemen. Maar dat is dan weer Haags gedoe en de mensen zullen slechts boos zijn omdat er zo weinig tot stand komt en dat ze het dan niet zien. Ja. En dan zullen ze zich teleurgesteld afwenden over de waarschijnlijk niet alleen van de LPF, maar ook van de andere partijen. De lat ligt hoog, verwachtingen zijn hoog en dat zal moeten worden waargemaakt. Ik wil u beiden bedanken. En we gaan weer even terug naar Den Haag. Marja Molenaar praat daar met de minister die de files in Nederland moet gaan oplossen. Roelf de Boer. Hoe is het? Voelt u zich al een beetje minister? Ik voel me sinds vanmiddag minister. Ja, niet een beetje, dat? Maar ik voel me dan minister. Hoe is dat? Dat is een raar gevoel. Een week geleden zat ik nog op een bootje ergens in de buurt van Zierikzee. Daar wist ik van niks. En vandaag stond ik op het bordes. Dus als u zegt, hoe is dat? Dat is een raar gevoel. Ja. Het kan snel gaan. Voelt u zich al een beetje LPF-lid? Absoluut. Ja. Ja. Ik vind ook als de LPF je vraagt om zo'n ambt te gaan invullen, dat je ook je heel snel LPF-lid moet voelen. En ik heb dat ook. Nou is minister De Boer voor velen waarschijnlijk nog een onbekende. Hoe zou u zichzelf kort willen karakteriseren? Ja, als een Rotterdammer. En dat betekent misschien een beetje de mentaliteit van opgestroopte mouwen en aan het werk. Dus daadkracht. Er zat werk hè, op uw ministerie. Op wat voor punten mogen we u nou over een paar jaar afrekenen? Ja, u heeft zeker het regeerakkoord gelezen en daar staan een aantal dingen in. En dat heeft natuurlijk nadrukkelijk te maken met mobiliteit. Noemt u eens iets? Ja, de files, dat is zoiets waar we in Nederland natuurlijk allemaal heel erg tegen aankijken en heel veel last van hebben. Dat is iets waar men ook verwacht. Wat kunnen we dan over 4 jaar zien? Minder files? Dat was ook uw vraag. De oplossingen heb ik ook niet. Dat is helder en het zou ook onzin zijn dat te zeggen. Hoewel, toen ik vanochtend naar Den Haag reed, dacht ik, waar heb ik het over? Ik reed weer terug naar huis, want ze zijn opgelost. Maar dat is de vakantietijd. We moeten gewoon iets laten zien op dat gebied. En ik denk ook dat dat kan. Dat kunnen we doen door de wet die we nu in de maak hebben om de wegen te verbreden. We kunnen een aantal knelpunten oplossen, maar we zouden ook wat intelligenter gebruik kunnen maken van de bestaande capaciteit. En als we dat nou met elkaar en met z'n allen willen en doen, dan ben ik ervan overtuigd dat je ook zichtbare resultaten kunt boeken. Ik weet niet of u gisteravond naar het afscheidsinterview met oud-premier Kok heeft gekeken, maar hij had nogal wat kritiek op
het nieuwe kabinet. Hij zegt van ja, het is toch eigenlijk een mission impossible waaraan ze beginnen. Uw reactie? Ik heb genoten van het interview met de heer Kok. Het was leuk om hem daar te horen en te zien. Maar u vindt het niet erg dat ik wat dat betreft op onderdelen met hem van mening verschil. Ik denk dat er wel degelijk het een en ander kan gebeuren. En ook op de korte termijn. Ik denk ook dat de kiezer dat verwacht. En dat is ook een taakstelling voor dit nieuwe kabinet. Een coalitie met drie partijen waarvan er één gloednieuw is. Met allemaal bewindslieden die ervaren zijn op andere gebieden dan de politiek. U zegt dat gaat werken. Spannend, hè? Ja, dat vind ik ook. Ik denk dat het gaat werken. Als ik dacht dat het niet zou werken, had ik absoluut niet ja gezegd tegen deze post. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat werken. En ik vind het een grote uitdaging om met deze drie partijen de komende jaren invulling te geven aan de uitvoering van het regeerakkoord. Wij wachten het met u af. Minister De Boer, dank u wel.